Huurders hebben in Heultje bij Westerlo een huurhuis in een erbarmelijke staat achtergelaten. Verwarming en elektriciteit zijn stuk, deuren zijn vernield en overal ligt rommel en vuiligheid. De verhuurders zijn verontwaardigd. Ze stellen zich dan ook vragen bij de nieuwe huurwet, waardoor huurders nog maar 2 in plaats van 3 maanden waarborg moeten betalen. 2 jaar geleden verhuurde Greet van Nuffel haar woning aan de Stippelberg in Heultje aan een gezin met 3 kinderen. Tenminste, dat dacht ze, want volgens de buren ging het om een alleenstaande moeder met 7 kinderen. 1,5 jaar geleden bleek dat de huurders de verwarming niet goed onderhielden. Maar na een aanmaning werd de woning gepoetst en leek alles beter te gaan. Tot de verhuurders in februari van dit jaar opnieuw langskwamen. Het was eigenlijk al niet meer zoals dat wij het wouden. En dan hebben we stil proper gevraagd van, willen jullie de woning eigenlijk beter onderhouden? Want zo kan dat eigenlijk niet meer verder. En ja, dan word je gewoon uitgescholden. En dan zijn we begonnen met een procedure. En ja, dat is natuurlijk niet leuk, want dan kan je alleen maar toekijken en zij worden nog bozer. En dan beginnen ze van alles aan de woning te doen. Die dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Als de 2 wc-potten dan vol zitten en je doet niet de moeite om ze leeg te maken en om de verhuurder dan bijna zijn hart te doen krijgen zeker, dan doet het gewoon in het bad. Zo, hè? Je neemt het bad voor een toilet. Toen de huurders in augustus vertrokken, hebben ze de woning erg vuil achtergelaten. Bovendien werken elektriciteit en verwarming niet meer. De kosten voor de verhuurders lopen hoog op, hoger dan wat de huurwaarborg dekt. Daarom vindt Greet van Nuffel het onbegrijpelijk dat huurders voortaan nog maar een huurwaarborg van 2 maanden moeten betalen. Zelf houdt ze het verhuren voor bekeken. Ik denk opkuisen en het allemaal proper maken en ja, dan maar proberen te verkopen of zo, want ik heb niet veel goesting meer om het nog terug te verhuren. De huurders die worden dan toch altijd maar beschermd en beschermd en beschermd. En als verhuurders zouden echt wel degelijk in de kou zijn, hè.